In drie loodsen en in een zeecontainer heeft de FIOD meer dan 10.000 nagemaakte paar Nike-schoenen aangetroffen. De vondst is gedaan in meerdere kernen van de gemeente Alphen aan de Rijn. Wat de plaatsnamen zijn, wil de FIOD niet bekendmaken, omdat volgens een woordvoerder dan te herleiden is waar de invallen precies zijn geweest. De merkvervalste schoenen worden vernietigd. De FIOD vermoedt dat de mensen die achter de illegale handel zitten al jaren actief zijn. Behalve de loodsen en de zeecontainer is ook een woning doorzocht, een auto en de administratie zijn in beslag genomen. Een 37-jarige verdachte is door de politie aangehouden. Dat gebeurde op het moment dat hij een bestelling afleverde.